Jode Roo, de minister van Onderwijs, heeft gisteren een starterspakket voorgesteld om kleuters aan te moedigen om naar school te gaan, naar de kleuterschool te gaan. Een goede zaak? Een heel goede zaak, omdat alles begint bij het kleuteronderwijs. Onze partij heeft er al jaren zeer sterk op ingezet. Eerst volgde ons niemand. Ondertussen is iedereen mee overtuigd met Open VLD dat het kleuteronderwijs belangrijk is. Dus elke maatregel, ook het kleuterpakket, juichen wij toe en bewijst onze stelling dat kleuteronderwijs het begin van alles is. En binnenkort komt er ook een nieuw onderwijsdecreet waar nog extra maatregelen in zitten. Ja, binnen onderwijs nemen we de maatregel dat het aantal verplichte dagen dat een vijfjarig kleutertje in het laatste kleuterklasje in plaats van 220 dagen aanwezig, halve dagen moet aanwezig zijn, 250 halve dagen. Dat gecombineerd met de aanmoedigingspremies van €150 die we geven aan ouders van nog jongere kinderen via de kinderbijslag die hervormd is, maakt dat er een aantal sterke maatregelen zijn om meer ouders aan te zetten om hun kleine kleutertjes naar de school te sturen. Oké, dank u wel.